Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is niet te spreken over de actie die vanaf afgelopen maandag wordt gevoerd door leerkrachten van het IMEO. De onderwijsgevenden zijn woedend over de maatregelen die onlangs zijn ingevoerd door het ministerie. Met name het besluit dat sectie- en intersectievoorzitters vanaf nu een half lesuur vergoeding krijgen per module van 2 maanden heeft kwaad bloed gezet bij de leerkrachten. Ondertussen is er ook een akkoord bereikt tussen de schooldirecteuren en de minister. Echter hebben de docenten daags daarna deze overeenkomst verworpen. Vandaag hebben zij samen met leerlingen gedemonstreerd bij het ministerie en de Nationale Assemblée. Peneu vindt het vreemd dat de onderwijzers in actie zijn, omdat hun voorstel al is gehonoreerd. We hebben het gehonoreerd voor dit jaar. En daardoor is die overeenkomst getekend waarbij ze een half lesuur per module opstel betaling krijgen. En een half lesuur is 400 SRD, maar ze willen 800 SRD per module om op te stellen, terwijl dat in hun taak valt. Meneer, mevrouw, laat me u zeggen. Leraren zijn in een riante positie gekomen. 110% salarisverhoging hebben ze gehad. Alle ambtenaren in Suriname, de bureauambtenaren, willen ook verhoging hebben. De lijfwachten, u wil ook verhoging hebben. Hoeveel moeten we nog aan de leraren geven? Het land draait niet alleen met leraren. Het land draait met alle ambtenaren. En terecht zegt meneer Hooghaart, 110% Mijiyu, Omen Iwani. De bewindsman stelt verder dat deze actie puur uit eigenbelang wordt gevoerd. Volgens hem zal het ministerie, indien nodig, niet schromen juridische stappen te ondernemen tegen de leerkrachten. Wanneer ik vandaag naar de menigte kijk, dan waren zeker alleen de docenten in de groep die voor betaling komen vechten. Maar de meerderheid groep IMEO-docenten was er niet. En wat gebeurt er? Meneer Valies wou een beetje body geven aan die groep, dus hij heeft de studenten ook bijeengeroepen. Maar als je die studenten hier moest hebben, dan zou ik hier 6000 IMEO-studenten moeten zien. Dat heb ik niet gezien. Als ik die docenten IMEO hier zou moeten zien, zou ik hier 1200 moeten zien. Maar ik heb maar 20 geteld. Dus ik doe een beroep naar alle docenten van het IMEO, dat als ze niet weten wat hun taak is, laten zij raadplegen de onderdirecteur administratieve diensten en hun taakbeschrijving lezen. In hun taak staat het opstellen van werk. En wanneer zij die taak willen verzaken, dan zal de personeelswet bij hun van toepassing zijn. Een geïrriteerde minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag tijdens een persconferentie. De bewindsman is het niet eens met de actie van de IMEO-leerkrachten en keurt deze dan ook af.